wonen hier nu 35 jaar. Er is in een leven gebeurd veel. En dat is een van de dingen dat ik heel graag overdraag. Het plezier wat we aan dit huis gehad hebben. En ja, dat is ook een van de redenen waarom we op het idee zijn gekomen om het te over te dragen aan Hendrik de Keizer. Dat je denkt van, er zit iets in dit huis. Die vroege ontwikkeling van Mart van Schijndel. Wij hebben voortreffelijk met hem samengewerkt. Zullen we eens kijken of dit bewaard kan blijven? Dit is Mart zijn ruimtelijkheid. En heel intelligent. Heel gevoelig. Heel sterk de nieuwsgierigheid gaande houden. Het huis heeft nooit verveeld. Mart van Schijndel, een architect uit Utrecht, die in de jaren 70 heel veel, jaren 70 opdrachten had en die veel panden opknapte. En Mart, dat vonden we interessant, die was met een ontwikkeling bezig. Die wilde wat anders in zijn werk. En het was een mooi moment. Begin jaren 80, er gebeurde veel in vormgeving. Er gebeurde veel in architectuur. Het was de tijd van, ja, toch weer terugkijken naar de geschiedenis. En Mart die wilde wat. Hij had één pand gedaan voor een vriend van hem. Een verbouwing in Utrecht. En hij wilde iets. En we hadden ook een andere architect op het oog. Hier uit het Gooi, Koen van Velzen. En in feite liep het gesprek met Mart het snelste, omdat we hem al kenden. Dus toen is het Mart geworden. Mart en ik hebben hetzelfde jaar eindexamen gedaan aan de Kunst- en Evenrijdsschool Amsterdam, 1967. En we hebben ons dus zeg maar tegelijkertijd ontwikkeld. En, Mart is nooit een heel beroemde architect geweest. Hij heeft een vrij klein oeuvre, maar heel markant. En wij hadden ons wel een beetje op de hoogte gehouden van, we kennen natuurlijk meerdere architecten, maar die band van de academie, dat was toch een leuke reden om eens met hem te gaan praten. En wat we toen zagen bij dat gesprek, zijn eigen atelier, dat sprak ons direct aan. Dat was van een soort ruimtelijkheid, een soort directheid. Hij heeft, heel spannend, hij heeft zijn ideeën aan ons aangescherpt. Maar wij hadden dingen dat we hadden van, ja, ja, dat is mooi. Maar Mart was erg bijvoorbeeld voor een keukenblokje. Nou, dan kon je wel eten, hè. Dan, en vooral veel uit eten gaan en werkende mensen. En ik denk, nee, wat ik leuk vind is een ruimte echt met een tafel. En dat je mensen neer kan zetten. Dat je wat kan koken. Dat je dan niet apart in de keuken hoeft te staan of zo. Dus nee, die keuken die moest er komen. Dus die grote woonkeuken, dat was een diepe wens. En goede werkruimtes. En verder hebben we met die heel losse basis hem vrijgelaten. En is hij met schetsen gekomen. En aanvankelijk waren dat nogal vergaande schetsen. Waar we ons voor op het hoofd krabden. En ons afvroegen van, is dat echt wat we willen? Met als voorgevel een soort holte. Bijna een soort apsis van een kerk met een roestvrijstalen pijp erdoor, want dan zat hier midden voor een open haard gepland. En hij was toen heel erg postmodernistisch bezig. Toen is er een moment geweest waarop ik Mart heb opgebeld en zei, Mart, wij moeten dringend even praten. En ik schijn nogal ernstig geklonken te hebben aan de telefoon, een afspraak gemaakt. En wij hadden het hier met z'n tweeën goed doorgesproken. En tegen Mart gezegd dat het postmodernisme ons eigenlijk wat minder interesseerde. Dat het niet een toonzaal hoefde te worden, maar een huiselijk huis mocht worden. En aan het einde van het gesprek zei Mart heel vriendelijk,
En was dit alles? Hij vond het eigenlijk heel vanzelfsprekend om tegenspel te krijgen. En het goede is toen geweest dat hij zich helemaal niet in de luren heeft laten leggen daardoor, maar gewoon met hele originele antwoorden en visies weer is teruggekomen. Ten slotte is er uitgekomen. Mart is gaan wegbreken. Die heeft alles wat aangebouwd was, dat heeft hij weggebroken. En toen heeft hij het plan gemaakt om zoveel mogelijk uit te diepen en de ruimte binnen zo goed mogelijk te benutten. En dat is wonderlijk, want als je kijkt, het huis heeft hele ruimtelijke effecten, maar het is geen groot huis. Het trappenhuis is eigenlijk een soort wenteltrap. Je hebt geen gang, je raakt geen ruimtes kwijt. Het is ongelooflijk economisch hoe die ruimte benut heeft. En we hebben zo ongeveer over elke vierkante meter gediscussieerd van hoe we het wilden hebben. Hij kwam op een gegeven moment aan met een tekening en legde daarbij uit dat dat onze voorzijde geïnspireerd was door de achterzijde van de Villa Foscari tussen Venetië en Padua aan het Brentakanaal. En dat gewogen raam met die twee stijlen erin en de twee ramen naast de ingang, ja, die zijn direct aan de Villa Foscari ontleend. Alleen er zat één maar aan. En dat was dat die villa door een rijke Venetiaan was neergezet om zijn iets te uitbundig feestvierende vrouw naartoe te verbannen. En om die reden werd die villa de Villa Malcontenta genoemd. En toen werd gezegd, nou, we accepteren het idee, maar dan wordt het wel de Villa Contenta. En op een gegeven moment was er een ronde, een gebogen lijn in de gevel. En dat we iets hadden van, ja, maar Mart, waar komt dat vandaan? En toen had hij een prachtig verhaal over een Japanse architect. De Japanner, die had een nummer van Playboy met beroemde foto's van Marilyn Monroe in haar blootje op rode lappen. En die trok hij over met transparant papier. En de golvingen van Marilyn, die vergrootte die dan uit en die paste die toe in zijn werk, bijvoorbeeld in rugleuningen van stoelen en dergelijke meer. Ja, heel geestig. En toen hebben we tegen Mart gezegd, Mart, dat is een prima idee, maar dan wel een curve van Marianne. Nou, dat vond hij geen probleem. En Marianne heeft toen daar in dat huis op een mooie zomerdag allerlei houdingen aangenomen op een heel groot vel tekenpapier. En ik heb haar met potlood getraced. En toen hebben we alle golvingen bestudeerd. En Gerard heeft dus curves van mij genomen. En tenslotte was het wel heel plezierig. De curve die gebruikt is, is de curve van de kuit geweest. En die heeft hij gespiegeld. En dus lange tijd kon ik dan ook gewoon mijn kuiten laten zien. Weet je wel, die curves zijn het geworden. Of het linkerbeen was of het rechterbeen, weet ik echt niet meer. Maar een deel van die ronding is dan gespiegeld en één golvende lijn geworden. Dus hij is heel organisch en sloot in die zin alweer aan bij de opvattingen van het huis. Het is een organische architectuur. Ja, hier is hij. Ja, niet veel mensen kunnen dat zeggen, dat hun vrouw in de architectuur verwerkt zit. Op een gegeven moment kwam er een groepje bijeen met Hans Appenzelle en Mart. En die noemden zich de zelfproducerende ontwerpers. Wat ik eigenlijk biologisch een beetje een vreemde term vond. Maar ze gingen dingen in eigen beheer maken.
en presentaties doen. En Mart had iets van, ik ga wat doen met glas, ik ga een vaas maken. En die zijn toen, dat is deze vaas geworden, de Delta vaas. En ja, daar zit gewoon het hele trappenhuis en zit het hele, het beeld van het huis zit in die vaas. Dat is eigenlijk het heel pragmatische van dit huis. Dat je, die trap is inderdaad heel bijzonder. Dat is een, die schuine trap maakt dat je zelfs, hoe moet ik zeggen, die trap ook kort kan worden. Die trap kon korter worden. Doordat je er schuin op loopt. En we zijn dat nog gaan oefenen. We zijn hier naar het station, naar de bussen gegaan. Hoe loop je eigenlijk op een trap? En ja, want als je gewoon gedwongen wordt recht te lopen, dan loop je wel recht. Maar als je bijvoorbeeld een hele brede trap hebt, dan kan je hem ook zo schuin nemen. En hier is eigenlijk zelfs de diepte van de treden is aangepast aan het feit. Is dus kon ingekort worden, omdat we wisten dat we daar schuin over gingen lopen. Want we hebben een schets waar die trap recht in zit. En ja, dat had gekund, maar dat had een veel minder spannend beeld opgeleverd. Maar het heeft op zijn eigen houtje besloten om die trappen schuin te maken. En ja, dat levert een heel spannend beeld op. Dus wij konden ons daar direct in vinden. Alleen wel even oefenen, hoe loopt dat? Maar op een gegeven moment komt die timmerman binnen, vragen of we even willen komen kijken. Want er was één detail, dat kreeg hij niet opgelost zoals hij het hebben wou. En dat is de onderste trede van de lange trap, hier rechtachter. Waar die uitkomt bij de badkamer, daar is net één hapje van de tree af. En ja, we hebben daar even naar staan kijken. En het was duidelijk, die man die had zijn uiterste best gedaan. Dus het kon niet anders. En toen hebben we gewoon gezegd, nou, dat is eigenlijk, daar kiezen we voor. Alleen Marians vader, die zag er helemaal niks in zitten. Die noemde dat een overhoekse trap. En die zei, dat is levensgevaarlijk. En die raadde het ons af. En nou, ongeveer nog het moment voordat het beton hier in de bekistingen gestort zou worden, kwam hij ons zeggen, jullie kunnen nog terug. En dat wouden we helemaal niet. En toen de trap er een keer was, als dan Marians ouders hier waren, en Marians moeder ging voor een trap op of af, dan werd er altijd nog achter haar gezegd, Mies, wees voorzichtig. Ja, een illustratie van zijn echt eigen ideeën waarmee hij ons verraste, dat is natuurlijk ook leuk om verrast te worden, dat is die hele hoge deur boven. Dat hadden we helemaal niet verwacht. Ja, en ook een karakteristiek van het gebouw is, nergens drempels. Hele dunne lijsten, deurlijsten bijvoorbeeld, die eigenlijk wegvallen in de muur. Zodat muurvlak en deur één geheel vormen. Nou, dat is ook typisch Mart. Dat is een idee, dat komt niet van ons. Dat komt echt van hem. Ja. Mart moest overdragen, want als bewoner, hij deed de bouw, de constructies en alles. Maar de kleuren, de inrichting, ja, dat mag de principaal zeggen. Dus toen zei Gerard, Marjan, ga jij dat doen? En daar is dus een mooie verdeling uitgekomen. En toen ben ik in de bocht gegaan. Want met mijn achtergrond in vormgeving en mode, kleur is zo belangrijk, hè? En begin jaren 80 was wit. Alles moest wit. Als je een beetje meetelde, dan moest je interieur wit zijn. En ik had iets van, nou ja, nu hebben we een eigen huis gebouwd. Eigenlijk hou ik ontzettend van kleur. Ik wil niet wit. Toen is Mart heel nerveus geworden van, wat gaat er gebeuren met dat pand waar ik zoveel ingestoken heb? En Mart vond het aanvankelijk maar zo. Maar ineens bleek dat hij in werk wat na ons huis is gekomen, die kleuren toepaste. En het idee voor die kleuren geheel had eigen gemaakt. Het zijn zijn kleuren geworden. Je ziet dus in zijn panden, in de opdrachten daarna, en het zijn weer dingen die hij voor in Utrecht gebouwd heeft,
bijvoorbeeld het LO Café en andere panden, die kleuren zijn vermart. En we zijn er precies 1 januari 1983 ingetrokken. En we hebben met zulke goede mensen gewerkt dat we 17 jaar lang niks hoefden te doen aan het onderhoud en schilderen en vloerbedekking. Toen begon het wel een beetje van, ja, er mag nu wel wat aan gebeuren. En toen waren we kort daarvoor een vakantie in Tunesië geweest. En daar zijn dezelfde kleuren, dat turquoiseblauw en die meer abrikoos en bijvoorbeeld zo'n scherpe roze die we gebruikt hebben. En toen had ik iets van, maar kan ze nog steviger aanzetten? Dus er zitten 2 kleurlagen in dit huis. Als het ooit nog eens wordt uitgezocht, dan de lichtere kleuren zijn de oorspronkelijke kleuren. En de tweede laag, die hebben we er nog even heel fier opgezet. Wat toen ook gebeurd is, toen hebben we die mooie keukenvloer erin gelegd. Die vloer met die mooie gekleurde tegels. Er zitten 4 heel uitgesproken kleuren in. En daar was 1 vierkante meter van. En van de wat rustiger kleuren, daar 2 vierkante meter van. En tenslotte heeft een tegelzetter, die vond het spannend om te doen. Die heeft bijna als een patiëntspel of zo, een kaartspel, heeft hij zich gemengd. Die vroeg, moet er een patroon in? Nee. Wat doe ik als ik 2 dezelfde kleuren naast elkaar heb? Probeer dat te vermijden. En die man is aan de slag gegaan. En die werd er zo gelukkig van. Die is nog toen de vloer af was, toen hij wegging, toen is hij nog teruggekomen met een fototoestel. Ik moet het wel aan mevrouw laten zien, Noor. Weet je, ik ben zo blij dat dit huis over is gegaan naar Hendrik de Keizer. Want wij hebben het mooiste van Mart gekregen. We hebben bij hem in een ontwikkeling gezeten. Het heeft bij ons in een ontwikkeling gepast. Er is sindsdien van alles gebeurd. Hij is relatief jong overleden. Maar dit huis is gewoon, ja, het is het pareltje in zijn oeuvre. En zijn eigen vrouw, zijn eerste vrouw, die is hier nog een keer geweest kijken, niet zo lang geleden. En die zei, het is Mart zijn mooiste huis. En daar waren we natuurlijk heel verguld mee. Dat is een prachtige conclusie achteraf.